Oké, welkom bij deze videotutorial over het zoeken van literatuur, wetenschappelijke literatuur. Mijn naam is Erik van Inge. Deze tutorial is vooral bedoeld voor sociologiestudenten aan de Universiteit van Tilburg. Maar als iemand anders daar zijn voordeel mee denkt te kunnen halen, moet hij dat zeker doen. Het probleem bij het zoeken van literatuur is vaak dat studenten of de juiste literatuur niet kunnen vinden. Of ze kunnen wel allerlei literatuur vinden, maar ze vinden het moeilijk om de belangrijke van de onbelangrijke literatuur te scheiden. En daar is volgens mij redelijk makkelijk iets aan te doen met een paar tips. Dus waar ik in deze video naar ga kijken is ten eerste hoe je literatuur zoekt met behulp van Web of Science. Dat is een hele belangrijke catalogus. Wat voor verschillende zoekstrategieën daarbij handig zijn en hoe je ervoor kan zorgen dat dat je in je resultaten de belangrijkste werken boven krijgt. En tot slot zal ik nog iets zeggen over wat belangrijke en wat minder belangrijke tijdschriften zijn. Oké, dus Web of Science ga ik gebruiken. Die ga ik er even bij halen. Via de website van de bibliotheek van de universiteit. Dat is dbref.uvt.nl. En kun je hier gaan naar alle bestanden van A tot Z, naar de W, en dan staat hier Web of Science. En dan kom je terecht op deze webpagina. En zoals je kunt zien kun je hier allerlei zoektermen invullen. En dat is natuurlijk meteen een belangrijke eerste zoekstrategie. Steekwoorden invullen en kijken wat er allemaal te vinden is. Dus laten we het eens proberen. Hier de bovenste is Topic. Het is een Engelstalige catalogus, dus het moeten Engelse zoektermen zijn ook. Laten we eens gaan zoeken op social capital, bijvoorbeeld. Social capital. Die andere laten we voor nu eventjes open. En hier beneden staan al een paar opties die wel interessant zijn. Ten eerste de time span. Nou, meestal willen we wel alle jaren. En de databases, en dat is wel interessant om daar even een paar uit te zetten, want meestal zijn we niet geïnteresseerd in conferentiepapers, niet geïnteresseerd in de exacte wetenschappen en ook niet in arts en humanities. Dus we willen zoeken in social sciences en anders levert dat alleen nog maar extra rommel op. Dus social sciences, citation en social capital als topic. Search. Oké, nou, het is een groot succes. Meer dan 10.000 publicaties, maar liefst. Het enige wat je hoeft te doen is dan deze publicaties te lezen en je bent er. Tenzij je natuurlijk nog andere dingen met je leven te doen hebt, dan is het wel handig om na te gaan wat de belangrijkste zijn en je te beperken tot die publicaties. Dus wat ik eigenlijk altijd als eerste doe, is hier op een andere manier gaan sorteren. Je krijgt publicaties in eerste instantie gesorteerd naar date. Dus begin met het nieuwste, maar wat je meestal wil is op een andere manier sorteren, namelijk via times cited, highest to lowest. En dan krijg je bovenaan het artikel dat het vaakst is geciteerd. In dit geval meer dan 1800 keer. En dat is echt heel erg veel. En dat is hele mooie en belangrijke informatie, want artikelen die belangrijk zijn worden altijd vaak geciteerd in een bepaald veld. Dus zo weet je meteen wat het belangrijkste artikel is en dan kun je de rij verder nalopen. Nou, zoals je hier kunt zien, ook nummer 10 is nog meer dan 600 keer geciteerd, dus is ook nog steeds een heel belangrijk artikel. Dus dat is één. Eén manier om belangrijke artikelen boven water te krijgen, bijna letterlijk. Wat je ook vaak nog wel wil, is dat iets verder verfijnen. En dat kan hier aan de linkerhand, door middel van allerlei opties. Meestal zijn we bijvoorbeeld geïnteresseerd in artikelen en niet zozeer in book reviews of wat dan ook. Dus we kunnen hier kiezen artikelen en refine klikken. Nou, er zijn alweer 1000 resultaten minder. En soms willen we ook een bepaalde discipline juist hebben of juist niet hebben. Kun je op meer opties klikken. Dan zie je dit overzicht. Dus kennelijk komen die
artikelen over sociaal kapitaal uit allerlei disciplines. Nou ja, soms wil je meerdere disciplines graag artikelen van hebben. Soms wil je ook juist van één bepaalde discipline. Laten we voor nu even zeggen dat we alleen sociologische artikelen willen. Nou, dat kan door middel van aanklikken van sociology en dan refine. En andersom zou je ook één of meerdere disciplines kunnen uitschakelen door middel van exclude. Dan krijg je die hits dus niet in je lijst. Sociology, refine. Nou, er zijn iets van 1500 resultaten. Ook weer gesorteerd op het aantal keer geciteerd. En dan zien we dat in de sociologie het meest geciteerde artikel is een artikel van Portes in 1998. En dat gaan we eens even nader bekijken door op de titel te klikken. En dan kom je in dit overzicht. Dat is de titel bibliografische informatie en een abstract. En dat biedt weer wat nieuwe mogelijkheden. Twee andere zoekstrategieën dan zoeken op steekwoorden. Dus stel je hebt dit artikel gevonden, je hebt geconstateerd dat het een goed en belangrijk artikel is. Dan heb je twee mogelijkheden om hierop verder te zoeken. En dat heeft te maken met de twee getallen die je hier ziet staan. Dus times cited en een getal en cited references. Die cited references, dat zijn gewoon de referenties die in dit artikel stonden. Dus nou, die kan je ook aanklikken. En als je dat doet, kom je bij de bronnen die allemaal zijn geciteerd door dat artikel van Portes. Dat is vaak ook een goede manier om verder te zoeken naar belangrijke artikelen. En het fijne daarvan is dat waarschijnlijk is er in dat artikel van Portes al iets gezegd over dit artikel. En dus weet je al een klein beetje waar het over gaat en of je het wil hebben. Dus dat is één. En het andere, en dat is misschien nog wel belangrijker, dat is die time-sided. Die 1600, dat wil dus zeggen dat nadat dit artikel is verschenen, zijn er nog 1600 andere artikelen verschenen die allemaal hebben terugverwezen naar dit artikel. En daar kun je dus ook weer op klikken en dan krijg je een overzicht van wat die artikelen zijn geweest. En op een of andere manier wordt hier ineens weer gesorteerd op publicatiedatum, dus ik ga dat weer veranderen in time-sided. Dus hier kan je zien dat 2002 is een artikel over social capital verschenen, wat refereert aan het artikel van Portes en wat zelf ook al 848 keer is geciteerd. Met andere woorden, dat is waarschijnlijk een artikel dat voortbouwt op de inzichten van Portes en zelf ook een hele belangrijke rol in de discussie heeft gespeeld. Dus ook waarschijnlijk iets wat je wil lezen. Dus nou ja, dit kunnen handige dingen zijn bij het zoeken. Zoeken goed artikel te herkennen aan veel citaties en zoek met behulp van dat artikel achteruit en vooruit. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat je in eerste instantie al niet genoeg artikelen kunt vinden. En dan zijn er nog een paar tips, dus ik ga even terug naar het search window. Zijn er nog een paar tips en dat is ten eerste denk aan synoniemen. Dus stel dat je artikelen zoekt over trust, denk dan ook bijvoorbeeld aan confidence als zoekterm. Ik noem maar wat. Ja, dus denk aan synoniemen, dat kan je vaak nog wat extra's opleveren. En je kunt ook dan zogenaamde wildcards gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk een soort afkortingen. Hieronder staat al een voorbeeld. Een afkorting van een bepaald woord en dat kan ook nog meerdere zoektermen opleveren. Bijvoorbeeld je bent geïnteresseerd in trustworthiness. En je vindt niet zo heel veel artikelen op die zoekterm, dan is het aan te raden om gewoon te zoeken op trust sterretje, trust asterisk. En dan krijg je niet alleen trustworthiness, maar dan krijg je ook dingen als trustworthy, trustee, truster of gewoon alleen trust. Dus dat levert altijd meer artikelen op. En heb ik tot slot nog één ander dingetje wat ik graag wil laten zien, wat ook belangrijk is. En dat heeft te maken met die citaties. Het is namelijk wel belangrijk om te realiseren als je kijkt naar die citaties. Ik ga even weer terug naar social capital. Dat natuurlijk oudere artikelen grotere kans hebben op veel citaties dan nieuwe artikelen. En soms wil je ook juist nieuwe
artikelen hebben. Dus wat je dan kan doen is, je kan bijvoorbeeld hier de timespan wat krapper zetten. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen laatste 5 jaar, 2007, 2012, search. En dan weer op times cited sorteren. Nou, dan krijg je dit overzicht. Maar nog steeds, zeg maar, de artikelen uit 2011 en 2012, die zullen hier niet hoog eindigen, omdat ze nog niet zoveel citaties hebben gehad, omdat er gewoon simpelweg niet zoveel artikelen daarna zijn verschenen. En soms wil je graag iets juist weten van wat het meest recente onderzoek is. En een andere manier om na te gaan of een onderzoek dan belangrijk is, is door te kijken naar de impact factor van tijdschriften waar ze in staan. Nou, gaan we hier eens even kijken. Dit is toevallig een artikel van Putnam in Scandinavian Political Studies. Het is ook al veel geciteerd. Maar stel dat we dat dan nou eventjes niet zouden weten. Nog een wat jonger artikel zou zijn. Dan is een andere manier om erachter te komen of het potentieel belangrijk is. Door te kijken hoe belangrijk het tijdschrift is waar het artikel in stond. En dat kan je, als je hier naar beneden scrolt, naar rechts, doen door te klikken op View the Journal's Impact Factor. En dan krijg je zo'n soort overzichtje. Impact Factor is een getal. Getal tussen de 0 en de, ik weet niet, 8 of zo. Hoewel dat in de sociologie helemaal niet voorkomt. En dat zegt iets over hoe belangrijk het tijdschrift is. Meer specifiek zegt het over hoeveel gemiddeld er een artikel wordt geciteerd ten opzichte van het aantal, totale aantal artikelen. Dus zeg maar, als de impact factor 1 staat, dan wil dat zeggen dat voor elk artikel dat er verschijnt, wordt er ook één keer een artikel geciteerd in een tijdschrift. In de sociologie is het zo dat de topstijdschriften, die hebben allemaal impact factors van boven de, zeg maar, 1,5. En dat is een soort middengroep tussen de 1 en de 1,5. En dan daaronder worden het de wat minder belangrijke tijdschriften. Zeker als je, zeg maar, rond de punt 3, punt 2 enzovoort komt. Dus dat is een manier om na te gaan of het artikel in een belangrijk tijdschrift stond. Helaas kan je daar niet zo mooi op sorteren binnen Web of Science. Dus dat zou je dan wel eventjes zelf moeten opzoeken hoe dat zit. Als je het op voorhand al weet wat de belangrijke tijdschriften zijn, kan je dat ook al in je zoekopdracht invoeren trouwens. Ik zal dat even laten zien. Bijvoorbeeld, zet hem even weer op alle jaren. Je bent nog steeds geïnteresseerd in social capital, maar je wil nu alleen de publicaties in de grootste sociologische tijdschriften hebben. Nou, dan is dat heel makkelijk boven water te krijgen door hier publication name aan te klikken. Te zorgen dat hier and staat. En dan vervolgens de namen in te vullen van de belangrijkste tijdschriften. Dus voor sociologie zijn dat de 3 Amerikaanse tijdschriften. American Journal of Sociology. En die moet je dan overigens combineren door middel van OR. Annual Review of Sociology. American Sociological Review. Nou, dus ik wil onderwerp social capital en dan het moet iets zijn uit de belangrijkste sociologische tijdschriften. Nou, dan zie je hier dat het ook maar liefst al 100 publicaties zijn. Ook weer gesorteerd op time-sided. En hier kan je dan zien dat die artikelen komen alleen maar uit die tijdschriften. Dus Annual Review, American Journal of Sociology en American Sociological Review. Verschillende manieren om belangrijke artikelen boven water te krijgen. En hopelijk is dit nuttig en resulteert het in hele goede literatuurlijsten.